is geweldig, Sue. En heb jij ook iets geschilderd, Elsie? Ja, een tijger. Hij ziet er heel erg sterk uit. Huh? Wat is dat voor geluid? Het kwam uit het park. Zullen we eens een kijkje gaan nemen? Wat staat er? Er vindt een kunstwedstrijd plaats. Er staan heel veel mensen daar. Misschien hebben die er iets mee te maken. We gaan kijken! Om de 100ste verjaardag van ons prachtige park te vieren, houden wij hier de Kunst in het Park wedstrijd. Elk kunstwerk moet iets moois in het park uitbeelden. Het winnende kunstwerk wordt tentoongesteld in de Stadsgalerie, waar iedereen het kan bewonderen. Ik ben dol op schilderen. Ik denk dat ik mee ga doen aan de wedstrijd. En ik ga ook meedoen. Lijkt me leuk om in de galerie te hangen. Mam! Oh, hallo, tante Zelda. Hallo, Sue. Mam, kijk eens wat ik gemaakt heb op school. Het is prachtig, Sue. Wat een mooie kleuren. Weet je, Zinnia heeft een geweldig oog voor kleur. Ze is de beste bij tekenles, nietwaar, lieverd? Er wordt een kunstwedstrijd gehouden in het park. Ik wil heel graag aan meedoen. En de winnaar komt te hangen in de galerie. Een kunstwedstrijd? Ik wil ook meedoen. Ik wil een schilderij in de galerie. Mama, gaan we meteen naar huis. Ik wil beginnen aan mijn schilderij. Natuurlijk, lieverd. Je verdient een voorsprong op die andere zogenaamde kunstenaars. Ik denk dat er een heleboel mensen mee gaan doen aan die wedstrijd, Sue. Weet je al wat voor soort kunst je wilt gaan maken? Eens even denken. Een schilderij zou leuk staan. Denk je niet, Pok? Hallo, kleine Sue. Wat kan ik voor je betekenen? Ik wil heel veel kleuren verf, graag, meneer Zoe. Kies maar uit. Ga je iets speciaals schilderen? Ja, een schilderij voor de Kunst in het Parkwedstrijd. Ik wil heel, 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 heel graag winnen. Een echte wedstrijd? Oh ja! Ik ga ook meedoen. Huh? Ik wil een prijs winnen. Zack is dol op wedstrijden. Iedereen wil ineens meedoen aan die wedstrijd, Pop. Ik kan alleen winnen als ik het mooiste schilderij van de hele wereld maak. Dit heb ik gemaakt. Kijk, ik ben klaar. Ik heb alleen de vingers niet kunnen schilderen. Ze vlogen steeds weg. Is dit niet fantastisch? Ik zei je toch dat zij de beste is? Ik kan niet hetzelfde maken als Zinnia. Ik moet iets anders bedenken. Je kunt toch best iets anders schilderen, Sue? Ze gaan niet schilderen. Als ik de wedstrijd echt wil winnen, moet ik met iets anders komen. Tuurlijk! In plaats van een schilderij kan ik een beeld maken. Dat heb ik op school geleerd. Dat zou super zijn. Met zijn kunstwerk. Moet je kijken. Het is erg goed. Oh, nee. Wat ga jij maken voor de kunstwedstrijd, Sue? Ik weet het nog niet, hoor. Kom maar, Zack. Sue heeft waarschijnlijk nog heel veel werk te doen. Als Zinnia een schilderij heeft en als Zack een beeld heeft, wat kan ik dan maken? Iets waar verder niemand anders aan gedacht heeft. Thank you.
opa? Oh, gewoon oude scherven van gebroken borden. Ze liggen hier denk ik al jaren begraven. Het zijn er super, super veel. Net of een Romeinse mozaïek begraven ligt in de tuin. Ik denk niet dat zoiets moois echt in onze achtertuin ligt. Een mozaïek! Perfect! Ik heb over de Romeinen geleerd. Ze maken mozaïeken van kleine gekleurde tegeltjes. En ik heb kleine gekleurde stickers. Hoi, Zo. Hoi, Elsie. Kijk, mijn kunstwerk is klaar. Het is mozaïek. Net als die Romeinse waar we laatst over leerden. Dat is erg goed, Elsie. Maar er staan alleen geen vlinders bij. Ze vlogen weg toen ik te dichtbij wilde komen. Ben je al klaar met jouw kunstwerk? Nee, ik weet niet wat ik moet maken. Je moet wel opschieten, want de wedstrijd is morgen al. Zie je daar? Ja, zie je daar? Er moet toch een kunstvorm zijn die verder niemand anders doet. Iedereen is benieuwd wat je in gaat leveren voor de kunstwedstrijd morgen. Maar ik heb helemaal niks, opa. Alleen die onafgemaakte dingen. En ik weet niet hoe ik verder een kunstwerk kan maken. Maar waarom stop je al die dingen dan niet bij elkaar? Dat heet een collage. Zou dat niet lelijk worden? Het is jouw kunstwerk. Probeer het maar. Ja! Aha! Kom op, Sue. Laat eens zien. Tadaa! Wat vinden jullie? Stelt het een buitenaards landschap voor? Ja, dat lijken mij ook ruimtebomen. Het is geweldig, Sue. Het lijkt op wat het is. Kunst geïnspireerd door alles in het park. Oh. Goed gedaan, Sue. Welkom allemaal bij onze Kunst in het Park-wedstrijd. En nu wil ik eerst graag een applaus voor alle jonge kunstenaartjes en hun kunstwerk. Voor ik de winnaar bekend ga. Het werk tentoongesteld zal worden in de kunstgalerie. Dat is geen kunst. Nu alle deelnemers zijn gearriveerd, gaan we het kunstwerk uitkiezen dat tentoongesteld zal worden in de galerie. Dat is heel mooi, Zoe. Dankjewel, Elsie. En dat nu, dames en heren, het moment waar iedereen op zit te wachten. Volgens mij wordt de winnaar bekendgemaakt. De derde prijs van de Kunst in het Park-wedstrijd gaat naar... Zack! Oh, wat goed. Geweldig. Op de tweede plaats, Elsie. Oh. Goed gedaan. Ik heb de tweede prijs. En de winnaar van wie het werk tentoongesteld zal worden in de galerie is... Cynthia! Gaat het wel, Zoe? Ja, opa. Ik wist dat ik niet ging winnen. En het maakt niet uit. Ik vind mijn kunst mooi. En je bent niet de enige. Oh. Oh, dat is zo prachtig. De vlindertjes vliegen nu niet meer weg. Ze vinden je kunstwerk leuk. Zoe, de parkwachter wil je collage graag houden. Zodat de vlinders ervan kunnen genieten en de rest kan genieten van de vlinders als ze naar het park komen. En dan kunnen wij de vlinders tekenen wanneer we maar willen. En mijn collage wordt dan ook door iedereen gezien. Dat is dan nog beter dan in de kunstgalerie hangen. Wat mooi! Piloot
Zoe voor basis. Ik ben klaar voor take-off. Aan het behangen, zou je... Oh, sorry pap. Ik kan even niet helpen. Ik moet opa zijn krantje gaan brengen. Nee, ik bedoelde, zou je niet tegen me aan willen botsen als ik druk ben? Hier is een krantje, opa. Oh, oh, dank je zo. Opa, waarom krijg je elke dag opnieuw een krant? Ze zijn elke dag weer anders. Ze vertellen wat er allemaal gebeurd is de dag daarvoor, zoals wie er won met voetballen en wat er gaande is in de wereld. En hoe weten zij dat? Je hebt mensen die voor kranten werken. Dat zijn reporters. Ze gaan op zoek naar spannende verhalen. En die verhalen schrijven ze op en dan komen ze in de krant. Kijk, zoals deze hier. Botje blaft naar boeven. Dat is de kop. Een zin om je aandacht te trekken, zodat je door wilt lezen. Gisternacht werd er ingebroken in het museum. Toen inwoonster mevrouw Fiona Smeenders toevallig voorbij liep met haar hondje Botje. Toen de boeven het museum uitkwamen met een kostbaar schilderij, aarzelde Botje niet om ze tegen te houden, tot de politie de inbrekers kwam arresteren. Zonder Botje, zei meneer Anders, de museumcurator, had het museum een waardevol kunstwerk verloren. Maar dappere Botje heeft het gered. Wauw, goed zo, Botje. Ja. Oh, en zo staan er nog veel meer verhalen in de krant. Maar het belangrijkste verhaal, dat staat altijd op de voorpagina. Hé, hey, misschien word ik later ook wel een... Hoe noem je dat ook alweer? Reporter. Ja, een reporter. Dat wil ik wel worden als ik later groot ben, oma. Och, maar je hoeft niet te wachten. Je hebt alleen een pen en papier nodig. En dan kun jij je eigen krant gaan maken. Vandaag nog. Ja, goed plan. De Zoekorant. Super. Mwah. Oh, Zoe. Voor je aan je krant gaat beginnen, wil je deze gebreide handschoenen aan Omi geven? Ga ik doen, oma. Zodra ik mijn reporterspullen heb gepakt. Zo'n haast, lieverd. Ik zoek verhalen voor de Zoekorant. Dat is mijn nieuwe krant. Oh, wat leuk. Nou, ik hoop dat je wat interessante... Bok? Oh. Ah, mijn eerste nieuwsverhaal. Groene vogel wordt wit. Wat dacht je van? Groene vogel zorgt ervoor dat mam haar taarttegel opnieuw moet maken. Tja... Het is niet zo goed als mijn verhaal. Pok. Gaat alles wel goed, pap? Nou, nog maar net. Pok vloog langs en stootte bijna mijn behanglijm omver. Dit had heel slecht af kunnen lopen. Ramp met paps behanglijm wordt nog net voorkomen. Ja, dat wordt een super verhaal. Zo is zijn eigen krant begonnen. Oh, ik snap het. Nee, toch niet. Waarom kwam Pok? Ik bedoel, hoe kom... Daar heb ik nu geen tijd voor. Ik moet op zoek naar meer verhalen voor mijn krant. Mam, mag ik eens kijken of er iets bij meneer Zoe is gebeurd? Ja, ga maar zo.
kan zo snel even niks spannends bedenken, Zoe. Tenzij je de verkeerde soepenzorg krijgen spannend vindt. Nee. Ik heb wel een verhaal voor je nieuwe krant, Zoe. Vannacht kwamen er monsters omlaag van de planeet Smork. En ze zoemden me mee naar een ruimteschip. En ze waren groen en slijmerig. En ze hadden grote torenogen. En tentakel-ten-ten-voelsprieten. En... Zack, verwar je je verhaal niet met de film waar we gisteravond naar hebben gekeken? Nou, misschien. Ik wil het alleen maar helpen. Bedankt, Zack. Meneer Zoe, ik moet er vandoor. Ik moet nog meer verhalen vinden voor de zoekrand van vandaag. Wat hebben we tot nu toe? Niet zoveel eigenlijk. Aha, dat klinkt als een spannend verhaal. Ah, zit stil dan, kom. Het is maar een... Een worm! Een enge roze kriebelworm! Ik vind wormen vies! Ah! Doe iets, papa! Ah! Een klein meisje met wormenangst. Ja, en dan zet ik er ook een plaatje bij. En Pok, hoe vind je hem? Het is geen hele enge worm, hè Pok? Bedankt voor je hulp. Ik zou nog even naar de winkel gaan met Omi. Oh, hallo, Zoeschat. Schiet je al een beetje op met je krant? Nou, ik heb wel wat verhalen, oma. Vogel verandert van kleur. Behanglijmramp. Bijna. En ruimteontvoering, of zoiets. Wormenangst voor een klein meisje. Maar ik heb nog niks wat echt spannend is. Oh, help. Omi? Mijn traplift. Ik zit vast. Schat, huh? Omi's traplift. Oh. Wow. Omi, even mijn gereedschapskist pakken. Volgens mij gaat er namelijk beneden ook iets mis. Oh, nee. Is er iets ergens gebeurd? Is iedereen ongedeerd? Ik geloof van wel. Zo ongeveer. Oh, rare vraag misschien. Wat was dat? Ik weet het niet. Maar wat er ook was, ik heb een goed verhaal. Chaos in huis. Als Omi's traplift halverwege de trap stopt. Wat gebeurde er nou? Oh, het was niks ernstigs, hoor. Zo, laat me eens even kijken naar die traplift. Oké. Aha! Dus dat zat ertussen. Zoe had dat eerder op de dag aan u moeten geven. Oh, maar wat was het dan? Dit verhaal komt absoluut op de voorpagina van de Zoekrand. Nu alleen nog een goede kop. Hoe klinkt? Breiwerk is opstopping voor Omi. Dit heb je vast op de traplift laten vallen in je haast om reporter te zijn. Oh nee, dus het was mijn schuld. Oh, dat spijt me echt. Je was gewoon een beetje te enthousiast, dat is alles. Zo, schat. Ik hoorde dat je reporter bent. Wil je me laten zien waar je over gaat schrijven? Heel graag, Obi. Zodra ik al mijn troep hier opgeruimd heb. Sorry allemaal. Een ware ramp trof een familie vandaag toen een slordige zebra een handschoen liet vallen op de traplift. Gelukkig raakte niemand gewond en de troep was gauw opgeruimd. Dat is een heel goed voorpagina verhaal, Zoe. Dat verdient volgens mij wat aardbeien met slagroom. En dit. Blijf staan, Pok. Ik kan je niet goed tekenen als je zo staat te wiebelen. Dank je, dat is beter. Thank you.
uit, hè? Nee, natuurlijk niet. Dat is een prachtig huis. Oh, kijk dan wat mooi. Bedankt, Elsie. Mijn tekening zou nog beter zijn als Pok stil bleef staan. Niet jouw tekening, gekkie. Dat! Oeh. Dat is een regenboog. Zonlicht bestaat uit die regenboogkleuren. En als de zon aan één kant van de hemel staat en het regent aan de andere kant, schijnt de zon op de regendruppels. Als dat gebeurt, splitst het licht op in al die verschillende kleuren. En dan heb je een regenboog. Het lijkt bijna of we hem kunnen aanraken. Weet je, vroeger dacht men dat regenbogen betoverd waren. Oeh. Oh, maar je moet snel zijn. Regenbogen zijn zo weg. Als je er een kunt vangen voordat hij verdwenen is, schijnt er altijd een pot goud verstopt te zijn aan het eind van de regenboog. Een pot goud? Vlug, op naar het eind van de regenboog. Zo te zien komt hij uit in jouw tuin toe. Daar, kijk. Die pot goud is van ons. Hij beweegt. Volgens mij is hij nu in de schuur. Oh. Waar is hij? Ik denk niet dat we die regenboog hier zullen vinden. Waar is hij dan wel, opa? Misschien dat hij nog steeds... Oh, rustig, Pok. Kom maar, Pok. En nu op naar de regenboog. Daar, kijk. De regenboog eindigt in jouw tuin, Elsie. Jongens. Maar we moeten snel zijn. Regenbogen blijven nooit lang. Hierheen? Nee, kijk. Hij is in mijn zoenwinkel. We hebben nogal haast. Zoek je misschien iets? Een regenboog. Een regenboog? Die heb ik helaas niet op voorraad. Er is niet veel vraag naar regenbogen rond deze tijd van het jaar. Nee, we hebben er één gezien. En we zoeken het einde van de regenboog. Ah, ik snap het. Hier is hij niet. Hier ook niet. Maar volgens mij is er hier wel een regenboog. Kijk, daar ginds, in het park. Ik zei toch dat hij in het park was? Oké, juffrouw, ik weet alles. We doen wie het eerst in het park is. Doei. Tot ziens, meneer Zoe. Bedankt voor de tip, hè? Oh, het spijt me. Opa, sta niet zo te dollen. Straks missen we de regenboog. Dat klopt natuurlijk. Kijk naar rechts, naar links en weer naar rechts. En luisteren. Schommel!
verdwenen. Oh. Opa? De regenboog is weg, opa. Ik weet het. Het spijt me zo. Zoals ik al zei, ze blijven nooit lang. Ik dacht echt dat we die pot goud zouden vinden. Misschien doen we dat ook. Een andere keer. Tot die tijd kunnen we nog iets moois gaan tekenen. Dit keer maken we een regenboog. Goed idee, Elsie. Dus dit wordt een hele, hele grote regenboog. Ha! Welke kleur gaat bovenaan? Rood. En dan oranje. En dan geel. Ja, Poek. En dan groen. Ik ben zo weer terug om te kijken hoe het gelukt is. Schat klaargemaakt? Ja, het is een verrukkelijke schat. Dank je. Zo. Pas een regenboog. We moeten hem ophangen, zodat iedereen hem kan zien. Aan de muur. Ach, je ziet niet heel veel regenbogen binnen, toch? In de tuin. Ja, op het hek. Lijkt me een perfect plekje. Goed idee. Een klein beetje meer naar links. Iets hoger. Ja, dat is perfect. Kijk eens aan. Pok! Was het maar een echte regenboog? Want echte regenbogen hebben een pot goud aan het eind staan. Tja, dat geloven sommige mensen. En als dit echte regenboog was, zou er een pot goud staan. Kijk, daar! Ik vraag het me af. Misschien hebben getekende regenbogen ook wel schatten, hoor. Hé, hey, er ligt iets onder deze pot. Ja! Een schat? Zoiets. Chocokoekjes. Dank je. Oh. En ze smaken als die van oma. Verrukkelijk. Maar hoe kwamen ze daar dan? Oh, regenbogen zijn erg wonderlijke dingen. Dat klopt. Vind je niet, opa? Bijen, wespen en slangen en kikkers. Wat een interessante lijst, Elsie. Ik heb biologie gehad en het ging over dieren met zwarte en gele strepen. De alarmkleuren van de natuur. Ik hoop dat ik niemand met zwart-gele strepen tegenkom. Straks is hij gevaarlijk. Oh, Zoe, doe niet zo raar. Maar wat betekenen zwart-witte strepen dan? Dat is echt een hele goede vraag, Zoe. En daar is een heel biologisch antwoord op.
Wat, opa? Ja, vertel. Ik kan het jullie beter laten zien. Wat heeft het park te maken met zwart-witte strepen, opa? Oh, heel erg veel, Zoe. Huh? Oh, kijk daar eens. Ik zie helemaal niks, opa. Huh? Waar is hij nou? Opa? Ha, rustig maar, ik ben er nog. Ik sta vlak voor jullie. U verstopte zich. Dat heet camouflage. Vet cool. Mag ik nu? Ogen dicht, dan verstop ik me zo. Kom dan. Nu ik. Oh nee, zwart-geel gestreept beestje. Zoe, we moeten gaan. Oh nee! Ik kan me niet verstoppen als ik felle kleuren draag. Ik wil gestreepte kleren. Ik heb alleen kleren met kleuren. Eens even denken. Mam? Ik ben hier, Bizoe. Opa heeft me verteld over zwart-witte strepen en je verstoppen. Heb ik misschien oude kleren waar ik strepen op kan maken? Waar wil je je dan voor verstoppen, Bizoe? Het is voor de lol. Tja, ik wilde dit toch al wegdoen. Hij is oud en vuil, maar hij past vast nog wel. Een grote zwarte streep. Als ik dit af heb, Pok, ben ik perfect gecamoufleerd. En dan kunnen de zwart-geel gestreepte wezens me niet meer vinden. Eens kijken of het werkt, Pok. Mam! Pap! Zo, waar ben je? Bizu! Ik dacht toch echt dat ik hem hoorde. Hier ben ik! Ik was gecamoufleerd. Oh, vandaar dat we je niet konden zien. Je nieuwe pak werkt inderdaad heel erg goed. Het was druk in de winkel vandaag, maar ik heb alles. Wat heb je gekocht? Omi wilde graag een nieuwe deken voor op haar bed hebben. Dus ik heb deze voor haar gekocht. Een zwart-geel streepjesding. Vind je hem niet mooi? Wil jij hem aan Omi geven? Dat vindt ze vast heel leuk. Vlug! Wat doe je daar? Ik berg het zwart-gele streepjesding voor u op. Is dat mijn nieuwe deken? Ja, Omi. Maar je moet heel voorzichtig zijn met zwart-gele strepen. Oh.
Oh, wat een mooie. Hoe staat hij me? Opa, het park is een goede plek om camouflage te oefenen. Ja, we kunnen kijken hoe goed je kleding werkt. Een zwart-geel streepjesding. Sue? Wat is er? Ik denk dat ik toch liever niet naar het park wil, opa. We gaan. Vreemd. Wat zou hem toch dwars kunnen zitten? Zinnia's outfit, Sue? Ze is naar een verkleedpartijtje geweest. En ik heb de eerste prijs gewonnen. Dus ik wou laten zien hoe mooi ik eruit zie. Maar je bent zwart en geel gestreept. Ik ben er, dus ik wil spelen. Ik ben de bijenkoningin en jij bent mijn honingzoeker. Oh nee! Ja, ja! Kom terug! Ik zie je wel. Wat is er aan de hand? Er zit een bij achter ons aan. Hij moet mij hebben. Hij is jaloers op mijn kostuum. Oh, ik denk dat hij gewoon weer terug naar buiten wil. Voorzichtig, opa. Die hommel was banger voor jullie tweeën dan jullie voor hem. Hij wilde gewoon lekker rondvliegen en een bloem zoeken. Maar het was een zwart-geel gestreept beestje. Als je beestjes met rust laat, zullen ze je bijna nooit pijn doen. Zelfs de zwart-geel gestreepte beestjes niet. En omi's nieuwe deken is ook niet eng. En hoef ik niet meer bang te zijn voor gele auto's met zwarte strepen? Natuurlijk niet. En Sinia is niet gevaarlijk in een bijenpak? Oh, opa! Pas op, kapitein! Geef mijn schat terug, gemeene piraten! De schat is van ons! Maar niet lang meer! Ik krijg mijn schat wel terug! Kapitein Zwartstrijp, wacht jij maar af! Yay! Oh, gelijk heb je! Laat ze maar zien wat voor piratentante jij bent! Huh?
Laat mij maar eens kijken, jongens. Het zijn de scharnieren. Ze zijn wat verbogen. Die heb ik zo weer gemaakt. Dan kunnen mijn piraatjes mooi op zoek gaan naar die dukaten. Voordat een of andere hebberige piraat ze in de smiezen krijgt. Nee! Kom op! Misschien vinden wij er nog wel meer. Ja! Dit is dom. Wanneer gaan we nou naar de schommel? Jullie hadden het nog zo beloofd. Zodra we mama's armband gevonden hebben, nog even geduld. Hij moet hier toch ergens liggen? Hij kan niet zomaar verdwenen zijn. We moeten hem vinden. Hij heeft een fortuin gekost. Echt waar? O ja. Oh nee, het is de armband helemaal niet. Oh. Ja, weer een gouden dukaat voor mijn piratenschat. Dank je, Pok. Kijk eens aan. Zo goed als nieuw. Nu al? Dat was echt snel. Dank u, opa. Volgens mij hebben we alles weer terug. Hallo, opa. Hallo. Een middagje aan het ontspannen in het park? Ja, dit is nauwelijks ontspannen. Zelda heeft zojuist een peperdure armband verloren en we kunnen hem nergens meer vinden. Wacht eens eventjes. Misschien ligt hij wel in de auto. Gauw even kijken. Kom je, Zinnia? Mag ik niet bij opa blijven? Vind je het vervelend? Oh, natuurlijk niet. Nou, goed dan, lieverd. We zijn zo terug. De auto staat vlak voor het park. Misschien kan kapitein Zwartstreep nog wel een piraat aan dek gebruiken. Zo. Wil jij piraatje met ons spelen? Piraatje? Nee, dank je. Piraten stinken en zijn vies en lelijk. Dat is voor jongens. Ik wil elfje spelen. Elfjes zijn sierlijk en mooi en elegant. Punt en strek en punt en sluit. Mag ik ook een elfje zijn? Jongens zijn geen elfjes, alleen meisjes. Oh, dat wist ik niet. Maar je kunt nog steeds wel spijkers zijn. En je moet onze schatkist nog steeds verstoppen in een geheime piratengrot, voor Elsie hem vindt. Nee, nee. Elsie moet nu elfje gaan spelen met mij. Ik ben de elfenkoningin en dan ben jij mijn hofelfje. En als iemand ons lastig valt, verander ik hem in een pad. Ik weet niet, Zinnia. We waren al piraatje aan het spelen. Maar als verder niemand elfje met je wil spelen... Maar je kunt geen piraat zijn. Dat is voor jongens. Waarom moeten er jongens en meisjes dingen zijn? Waarom spelen we niet samen? Omdat jongens en meisjes verschillend zijn. En ze doen nooit hetzelfde. Maar wij spelen allebei piraatje. Natuurlijk doen we nooit hetzelfde. Ik vind elfjes maar dom. Nee, piraten zijn dom. Nee, elfjes. Piraten. Elfjes. Piraten. Elfjes. Piraten. Neem me niet kwalijk, koningin. Maar ik geloof dat u zich vergist. Wat u vasthoudt is geen toverstaf, maar een wiggelroede. Let op. Wiggelroede? Wat is dat? Waar is dat voor? Let maar eens goed op. Oeh, hij beweegt. Kom op.
Tada! Kijk jongens, als je hem goed vastpakt, kun je met een wiggelroede water vinden. Oh, en ook metaal. Dan gaat hij trillen. Mag ik eens, opa? Ik eerst. Nee, ik ook. Doe, opa. Mag ik nu? Even rustig blijven. We hebben maar 2 wiggelroedes. Dus ik stel voor dat jullie 2 teams vormen. Zullen wij een team zijn? Ja! En dan werk jij samen met Zinnia. Met een jongen? Ik wou samen doen met Elsie. Opa, opa! Het werkt! We hebben iets gevonden. Oh, goed gedaan, jongens. Kom op, waar wacht je nog op? Kom op, we gaan verder zoeken. Oh, gefeliciteerd. Beide teams hebben het perfect gedaan. Hoe beviel de wiggelroede? Echt geweldig! Hij was fantastisch! Waanzinnig! Hij is super! En, wat vinden jullie ervan? Was dit iets voor jongens of voor meisjes? Nou, misschien was dit voor jongens en voor meisjes. Dus, soms kunnen jongens en meisjes wel degelijk hetzelfde doen. Ja, dat klopt. Heel soms. Mogen we nog eens met de wiggelroede? Doe! Oké, maar wel in de buurt blijven. Oom Xavier en tante Zelda komen zo terug. Is goed. Ik ga deze kant proberen. Oh. Hm? Oh, niet gelukt? Nee, mijn armband ligt ook niet in de auto. Oh, ik vrees dat we hem echt kwijt zijn. Er ligt iets. Voor ons. Ik heb het. Nee, ik heb het. Ik heb het. Wat is het dan? Een piratenring. Een elfentiara. Rustig, jongens. We kunnen vast iets verzinnen om... Wacht eens. Mag ik hem even zien? Misschien is het... Oh... Ja, het is hem. Het is mijn armband. Oh, gelukkig zeg. Ik ben jullie erg dankbaar, kinderen. Jullie verdienen een beloning. Wat willen jullie? Een schatkaart. Een elfenjurkje. Hm? Ik wil gewoon dat jongens en meisjes samen kunnen spelen. Altijd. Pap, pap. Huh? Dit is Zonne, de zonnebloem van de klas. En het is mijn taak om dit weekend voor haar te zorgen. Mooi is ze, hè? Hallo, mooie Zonne. Wat super dat je dat mag doen. Ze is prachtig. Dit moet ik iedereen gaan vertellen. Mam, oma, omi. Opa, hier ben je. Zonne blijft het hele weekend bij ons. Wat aangenaam om kennis met je te maken, Zonne. Hoe gaat het met je? Kijk, dit krukje is bijna gerepareerd. Is dat niks voor Zonne? Dan verf ik hem voor haar geel en groen. Het is precies haar maat. Dan sta je lekker gemakkelijk, Zonne. Dankjewel, opa. Juf heeft gezegd dat ik Zonne in de zon moet zetten, maar uit de wind. Hier. Nee,
schaduw. Hier? Te veel wind. Niet erg leuk uitzicht. Maar wat dacht je dan van hier? Het is zonnig en beschut en je kunt hier vandaan de hele tuin zien. Oeh. Perfect. Kijk, opa. Ze vindt het fijn hier. Haar gezicht kijkt naar de zon. Dan is ze nu dus gelukkig. Oh, dan moet je haar pot zien. Ach ja, hij is beschadigd en er missen stukjes, maar geen punt. De pot is nog heel zo. Zo, kom je spelen? Ga jij maar lekker met Elsie spelen. Zonne staat hier prima zo. Zonne, ik ga even met Elsie spelen. Maar geen zorgen, we blijven wel hier. Dan kun je ons gewoon zien. Elsie! Kom maar, Elsie. Stap deze maar eens. Oh, nee. Is alles oké? Oeps. Oh, Elsie wilde je niet laten schrikken. Het was gewoon een ongelukje. Heeft ze pijn? Alleen wat geschrokken. Kleine wolk. De zon is zo weer terug, hoor, Zonne. Zo, je hoort verstopt te zijn. Nu zit je Albert om te zoeken. Ik ga me verstoppen. Hoe kunnen wij nou spelen als jij de hele tijd bij Zonne moet zijn? Ze is voor de eerste keer buiten onze klas. Alles is nog helemaal nieuw voor haar. Ze heeft zorg en knuffels nodig. Oh, dat wist ik niet. Bisou, eten. Ik moet ook maar eens gaan. Dag Zoe, dag Zonne. Dag Elsie. Denk je, door haar ochtendje in de zon? Misschien is ze inderdaad wat groter. Meet dat na je boterham maar met opa. Je hebt echt goed voor haar gezorgd, Bisou. Opa, ga je vanmiddag met me mee naar de winkel van meneer Zoe? Ik wil een nieuwe pot kopen voor Zonne. Als verrassing. Oh, dat is een goed idee, hoor. Gefeliciteerd, Zonne. Je bent al een grote meid. Jij kunt wel even alleen zijn. Dan ga ik even met opa naar de winkel. Duurt niet lang, hoor. Dag, Zonne. Ik ben zo terug. Meneer Zoe, heeft u ook bloempotten? Liefst een mooie. Aha, je bent echt op zoek naar iets bijzonders. Het is voor Zonne, dat is mijn zonnebloem. Wat dacht je van deze? Ik weet het niet. Heeft u ook nog een andere? Eens kijken. Is er echt niet eentje bij die Zonne mooi zal vinden? Nou, kom op, Sue. Meneer Zoe staat te wachten.
Wat denk jij, Pop? Oh, ik weet wat Zonne mooi vindt. Een bloempotje met lieve kleine zonnebloemen. Het spijt me zo. Andere bloempotten heb ik niet. Stop voor de zebra. Kijk, maak hem gewoon zelf. Stickers! Prima! Dit vindt Zonne vast prachtig. Wilt u ze misschien mooi voor me inpakken? Oh, kom nou toch, opa. Zonne zit te wachten. Zo, alweer thuis? Kun je mij mooi even in de keuken helpen? Maar mam, mag ik Zonne eerst haar cadeautje geven? Atoe! Zonne wil vast wel even wachten. Zonne, Zonne! Zonne! Omdat ik je de hele middag alleen heb gelaten soms? Dat gebeurde gewoon. Ik kon maar niet kiezen. En toen duurde het heel lang met die stickers. Kan ik het nog goed maken, Zonne? Oh, ik weet het. Wacht maar. Dat is een goede vraag. Oh, wil je ooit weer vriendjes met me zijn? Niet zo sip, Sue. Zonne heeft niks. Ze slaapt gewoon. Alle zonnebloemen buigen 's nachts hun hoofd. Is dat zo? En morgenochtend, als de zon weer schijnt, tilt ze haar kopje weer op en is ze vast reuze blij met die verrassing van jou. Rusten, Zonne. Lekker dromen. Tot het zonnetje weer zal komen. Gauw naar binnen. Voor jou is het ook bedtijd. Pap. Huh? Pap. Juffrouw Siberia heeft me een gouden ster gegeven omdat u zo goed voor Zonne hebt gezorgd. En ze heeft beloofd dat ik binnenkort nog eens op haar mag passen. Mam, oma, opa, omi, kijk, ik heb een gouden ster gekregen.